Ik was een jaar of 15, 16 toen ik het horecaleven in Amersfoort begon te ontdekken. En op mijn poegie, later een Thomasje, ging ik naar de binnenstad. De Nozems en de Vetkuiven gingen op een Sundap of een Krijtler en ik ging op een Thomasje. Die tijd was goud. Toen leerde ik Gert Verenen kennen. Clemenshof, maar eerst was het Galjoen in de Krankenledenstraat. Nee, eerst Clemenshof. Eerst Clemenshof, daarna Galjoen. Ik heb het Galjoen meegemaakt. Jarenlang. Patiëntjes neergelegd. 60 jaar later, Gert. Ja. Een veiling van je kunstwerken. Want ja. Je bent ook nog kunstschilder geworden na de rand. Ja, dus dat, ja ook nog, ja. Ja, dat kunstschilder, dat was uiteindelijk toch wel ja, toen Marjan doodging. Kijk, en... Kijk, er zijn een paar, als je echt een horecabedrijf een beetje echt leuk wil doen, dan moet je twee dingen hebben. Dan moet je een goede boekhouder hebben en een goed wijf. En als je geen goed wijf hebt, dan kan je het echt schudden. Wat een zakenman was je niet, heb ik omgaan op een gegeven moment. Zakelijk was er wel iets te verbeteren, joh. Nou, dat, de schilderijen nu. Ja, het is een rot moment even, Gert, maar we zijn hier omdat je... ongeneeslijk ziek bent. Je wil graag de veiling organiseren met de kunstwerken. En daar heb jij de opbrengst, daar heb jij een doel voor. Ja, we belt u toch wel. Kijk, ik heb dan drie hele leuke kleinkinderen. Zo van 18, 12. En ja, kijk, het is gek. En in Spanje, zo in de horeca, zoals Dirk. Dat is gewoon heel hard werk, hè. 6 dagen in de week lunch en die. Dirk is je zanger. Ja, en die. Dat is gewoon hard werken. En daar word je niet rijk, hoor. Ja, kijk, Xavi bijvoorbeeld, als die hier is, die middelste. Die zit alleen maar. Die gaat naar het Mondriaanhuis bijvoorbeeld. Oh, wat goed. En dan maakt die Mondriaan schilderij voor me. Ja. Weet je wat? Kijk, en dat jong zit altijd te tekenen. En vond hetzelfde dat hij als die 18 jaar is en hij wil naar die kunstacademie. Ja. Dan is er van huis uit, van Dirk en zo, geen geld voor. Want het kost een paar flappen, hè? Dan is het leuk als er dan een potje is. Dat die, en voor alle drie. Kijk, en ze zullen vermoedelijk wel een auto verkopen. Als dat... kan ook. Maar ja, kijk. Dan, heb je daar geen invloed meer op? Daar heb ik geen invloed meer op. En dat vind ik ook niet erg als die jongetjes... in ieder geval, kijk... Het zijn geen grote bedragen, want ik moet ook nog begraven worden. Kost ook wat tegenwoordig. Christen de zielen. Ja. Connie Meslier. Ja. Ja, dat klinkt allemaal zo. Maar jij hebt Gert natuurlijk jarenlang... heb je zoveel verkering gehad? Of is dat een beetje truttig? Ja, ja, ja. Nee, hij was mijn verloofde. Hè? Ja. Ja, ja, we waren verloofd. Ja. Waarom lach je? Ik was erbij. Ik heb het jaren meegemaakt. Ik heb het jaren meegemaakt. Maar ja. Jullie waren, dat klinkt een beetje apart. Jij was erbij. Ik hield het in de gaten. Ik was haar chaperone. Ja, 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 ik had een chaperone nodig. Nee, het waren onstuimige jaren, ja, hoor. Ja. Ja. Met die van Reen is val je niet in slaap, hoor. Oké. Okay. Reputatie. Reputatie. Nee, het is een lieverd. Mm-hmm. Hij is gezellig, hij is geestig, hij is erudiet. Hij weet, want er vergissen mensen zich in, hè, maar dat kan ook vreselijk ordinair zijn. Maar hij is ook heel erudiet, hij weet veel, zeker van kunst. En ik was echt dol op hem. Hij blijft altijd een plaatsje in mijn hart houden. Ja, even serieus. Nu, ja. Nu ben je het was ook een enorme clear natuurlijk. Ja, maar, ja, ja, maar. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook een duistere kant gehad een beetje. Ja, alleen de charmeur en de womanizer. Nee, daarom bleef ik erbij. Als het niet goed ging, dan zei ik, Connie, kom, we gaan naar huis. Het is genoeg geweest. En heeft dat gewerkt, hoor niet? Ja, het is mijn beste vriendin, dus die ziet het goed, hè? Die ziet het helder. Maar hij was ook altijd heel aardig en geestig. Ja, ja, ja. We hebben ongelooflijk met Gert kunnen lachen altijd. En hij was altijd royaal. Ja. Altijd worst in huis. Altijd? Altijd. Worst en kaas in huis. En drank. Altijd drank. Ja. Hij blijft opgewekt. Hij is laconiek eronder. Hij raakt niet in een depressie. Daar neem ik mijn petje voor af. Vind ik bewonderenswaardig. Voorbeeld. Ja, zo kan je ook ziek zijn. Dat het gewoon een grap is. Weet je, dat alles nu weg is. En dat weer opnieuw kan beginnen. Maar ja, dat zal wel niet zo zijn. Want dat dacht hij zelf ook. Hij zei, dat zou echt de grap zijn. De realiteit is. Ja. Helaas. Ja. Maar ik vind dat hij het knap doet, hoor. Met zijn ziekte, ja. Lieve schatten, dankjewel. Oké, jullie. Dankjewel. Graag gedaan.
Jij hebt natuurlijk een keer gisteren gesproken met de kijkdag over Rooitjes en Meijertjes. Ja. Dat was echt een oude tijd, want toen gingen die flappen nog over de toonbank als Meijer en Joet. Een Joetje, een Geeltje. Ja. Maar nu, dat is al, ja, dat klinkt misschien rottig, maar ja, het is de realiteit. Heb je dat allemaal al geregeld? Dat is geregeld. Ja. Herman Beens, de notaris, die regelt dat allemaal. Ja joh, maar dat tegenwoordig... Ja, maar als je dat met Spanje, dan moet er nog een Spaanse rechter aan te pas komen. Dat gaat allemaal niet meer zo makkelijk, hè? Dat, het is allemaal met witwassen en zo. Dus dat houden ze goed in de gaten. Ja, netjes. Ik zie dat je volop in de belangstelling bent. Je bent nog lang niet vergeten, Gert, en dat doet mij ook goed. Maar dat doet zeker jou goed. Jawel, tuurlijk. Ja. Heb je één leuke anekdote? Ja, ik heb er zoveel, maar welke zijn... Maar één die uitgezonden mag worden. Ja, dan moet ik toch even diep nadenken. Of zullen we straks die doen? Die niet en die niet. En ik hoop dat deze kunstveiling een roodje of... Ja, een paar roodjes opbrengt. Nee, niet een paar, hoeveel? 10, 20? Hoe meer, hoe beter. We gaan uit van 25 roodjes, beste kijkers. Afgesproken? Afgesproken. Ja. Nou, één. Ja. Gert en Connie gingen mee, hadden ze nog een relatie, gingen mee naar Mexico op vakantie. En het was een vurige relatie. Dus binnen twee tellen ging er een koffer door een dakje heen ergens, een afdakje. Maar goed, dat is allemaal goed gekomen. Maar hij ergerde zich wel eens aan haar foto's nemen, want ze was overal met die camera bij. Ja. En dan moet je Gert met een bromster en die grote snor zeggen... Wat voor dooi, ze maakt wel 600 foto's, zal er toch wel één tussen zitten die goed is? Dat soort dingen, weet je wel. Heerlijk, nou, die kan. De rest niet. Nee. Nou, dan stoppen we. Dankjewel, Viola. Ik sprak jou net. Ja. Jij bent ook een kunstliefhebber. Je bent ook enorm geïnteresseerd in het werk van Gert. Ja. Jij hebt al iets op de kop getikt, hè? Ja, klopt. Gisteren. Ja. Ja. En dat is? Een houten beeld. Ja. Nog even door Gert ondertekend. En ik heb voor weinig iets ontzettend leuks gekocht. En ik heb nu wat van Gertje. Ja. Daar gaat het om. Heel goed. Ja. Ja, de meeste mensen willen gewoon ter herinnering iets aanschaffen. Omdat ze natuurlijk enorm veel meebeleefd hebben met hem uit de horeca. Jij bent waarschijnlijk ook al... Ik ken hem al vanaf klein kindje. Ja. En hij heeft bij mijn moeder achter de bar gestaan. Don Camillo met Hans Houtman. Ja. Dus nou, dat waren ook gouden tijden, hè? Heb jij nog een leuke anekdote? Want ik heb net Viola Holt gesproken, die had een wereld op me. Ik kan er zoveel opnoemen. Ja, qua humor. Ja, hij had zulke heerlijke humor. Ja, en zo alert ook. Ja. Ik kon met Gert aan een grote tafel zitten. En dan zat hij 5 meter verderop en we volgden elkaar. Hè? Ja. En we praten eigenlijk met iedereen, maar eigenlijk waren we alleen maar met elkaar aan het praten. En de beste grappen kwamen eruit en lagen we samen helemaal in een deuk. Ik heb ook zoveel met hem afgelacht. Ja. Hij was ook zo grof soms. Dat je... Maar ze accepteerden het van hem, hè? Yes. Sorry, ja. Ja? Ja. Ja, maar ook een hele slimme man. Ja. Ja, ik zat gigantisch met Gert op één lijn. En zeker qua humor, maar ik denk heel veel mensen. Heel veel mensen. En ja, ik hou onvoorwaardelijk van die man. Je wil nog één anekdote kwijt. Nou ja, toen ik heel jong was nog en Gert had toen de Lammengoedzak, zo'n mooie tent met koperen pannen en de bar. En ik zat er aan de bar en het was vrij stil. Hoogland, hè? Was dat, hè? Nee, Amersfoort, hè? Amersfoort? Amersfoort, nee. Dat was in het centrum van Amersfoort. In de, nou, klein zijstraat. Ze waren met de pannenkoekhuis. Ja, dat heeft hij ook nog gehad. Ja. Nou, net was bij de Lammengoedzak. En ik zit in de bar, het is stil. Dan komt een vrouw binnen en die zegt, meneer Van Eenen, ik ben daar weer. Ik ben naar de wintersport geweest. En Gert zegt keihard ook, en mevrouw, hebt u hem er nog in gehad? En die vrouw zegt, wat zegt u meneer Van Eenen? Hebt u het naar uw zin gehad? Nou, dan kan je mij echt wegdragen. Ja. Dat is Gert. Oh, maar dat is Gert en voeten uit. Heerlijk. Nou, laat me zo houden. Hè. Laat me zo houden. Dankjewel, Viola Holt. Ook nieuwsgierig naar de kunstwerken van Gert van Eenen? Zeker. Heb je gisteren de kijkdag toevallig gezien? Nee, kon ik niet gisteren. Dus gisteren ben ik niet geweest, maar ik denk ik ga vandaag een beetje op tijd. Ja. Dan kan ik alles nog bekijken. Waar is jouw oog opgevallen? Op de tulpen. Oh, ja, ja, ja.
Daar ga je straks volop op bieden. Daar ga ik straks op bieden. En er is maar één tulpenschilderij. Dus ik hoop dat er niet te veel kandidaten voor zijn. Concurrentie, denk je? Ik denk het wel, maar ik weet het niet. We gaan het straks even zien. Ja, oké. Okay. Mogen we het volgen? Ja, tuurlijk. Okay, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Gisteren met de kijkdag heb je ook iets gekocht, hè? Ja. Ja, ja, dat hoorde niet bij de veilingstukken, maar dat stond bij de uitgang. En dat was eigenlijk een beschilderd kistje. Er waren er een stuk of 10 van. Toen ik kwam, nog 6. Toen ik weer terugliep, stonden er nog 3. En daar heb ik er 1 van bemachtigd. Ja. Jij hebt ook een verleden met Gert. Ja, een heel verleden, ja. 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 Hebben jullie er al wat kunstwerkjes aangeschaft ter herinnering ook? Ik heb al een heleboel kunstdingetjes bij mij thuis hangen. En die heb ik al van vroeger. Dus ik heb een heleboel tekeningen en dingetjes thuis. Prachtig. Heb jij, ja, dat klinkt misschien heel, maar heb jij ook verkering gehad met Gert? Ja. Ja, 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 ja. 10 jaar samen gewoond. Ja, 10 jaar samen. Ja, 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 ja. Nu is die ernstig ziek. Ja. Ja. Jij hebt wat kunstwerk van hem hangen. Dat is een mooie herinnering, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Hij wordt niet meer beter. Nee, nee. Hoe ga jij hem herinneren dan nu, als hij straks overleden is? Ja, het klinkt allemaal zo luguber, maar ja, het is wel de realiteit, hè? Ja, maar ja, ik blijf hem herinneren zoals hij altijd was voor mij. Ja. Ja. Een lieverd? Ja, hele lieverd. Ja, hele lieve man. Dankjewel. Ja. Dank je wel. 97, dan 127, dan 40, dan 22. Ja, 122 of 22? 22. Dat is niet een beeld. Wat is jouw rol in de veiling van vandaag? Nou, Gert was dus mijn tweede vader. Dus de laatste vader. Mijn moeder is helaas heel jong overleden, Marjan Dravenstad. Samen hebben ze de Vlinders laatste gedaan. Ja. Mirjam, mijn zusje, en ik en Nicole doen eigenlijk alles regelen met Gert. Wat betreft de schilderijen uitzoeken, de prijzen bepalen. Hier allemaal schoongemaakt. Want als je normaal zit hier een soort van loods waar je je spullen neerlegt. En niet echt iets om iets te presenteren. Dus wij zijn eerst een week bezig geweest om het schoon te maken. Vooral de toilets. En andere dingen, zeg maar. Echt waar? Gert heeft nog op de laatste 2 weken nog alle kleintjes afgemaakt. Ja. Dus die we eigenlijk nu aan het verkopen zijn, dat is eigenlijk zijn laatste werk. Dus heeft Nicole allemaal met hem gedaan. Ja. En ja, dat is eigenlijk wat we vooral aan het doen zijn. En op en neer naar het ziekenhuis en als ze dingen regelen. Want de papieren waren, hij is 83, hè. Ja. Eer hij al zijn papieren gevonden heeft, dat kan ik je vertellen, dat was niet in 1 week. Nee, maar we hebben alles bij elkaar nu, dus het gaat nu goed komen. Mirjam Raven, stoor je heel even. Je bent razend druk met het op orde brengen van de veiling. Ja. Komt er weer een? Ja. Geïnterviewd nu, daar hebben we echt geen tijd voor. 22 is. We hebben geen tijd. Nee, we zijn alleen maar de schilderij op volgorde aan het zetten. Voor zometeen voor de veiling. Dan is het makkelijker pakken. Want nu staat ze in 2 ruimtes. En dat heeft gewoon geen zin. Dan moeten ze door de mensen heen lopen. Dus we gaan ze nu even op volgorde zetten. Netjes. Maar iedereen praat door elkaar. Dus ja. Dan verstaan ze maar niet. Ik heb geen stress. De belangstelling is buitengewoon. Enorm, ja.
Ja. Veilingmeester Jan-Willem van Lieshout. Kunnen wij een betere hebben? Nee, die bestaan niet. Want jij doet het altijd zo leuk. Dankjewel voor het compliment. Maar jij zegt het. Ja. En ik ben bescheiden. Dit is, heb je boven gezien? Het is een gekkenhuis. Ze zijn hem nog lang niet vergeten. Dat vind ik zo lief van die mensen. Ja, het is prachtig om te zien dat zoveel mensen ook komen om Gert persoonlijk goeiedag te zeggen. En ik hoop dat er ook komen om iets te kopen, want daar gaat het ook om. En daarmee helpen we Gert met het realiseren van zijn doelstelling om voor zijn kleinkinderen een spaarpotje te creëren. Maar als ik de stemming peil, ben ik niet bang dat het een fiasco wordt, Jan-Willem? Nee, denk ik ook niet. Maar we hebben wel heel veel werk te veilen. En dat betekent altijd, hoe meer werk er is, ja, niet iedereen heeft overal belangstelling voor. Dus we gaan het zien. Ik ben erg benieuwd. En samen met notaris Beens hoop ik er een leuke veiling van te maken. Herman is er ook bij. Ja. Die zijn rol is? Ja, dat is de notaris. Houd toezicht op mij. Ja, kan ook gebeuren. Je staat onder toezicht? In dit geval wel. Jij was zijn verkering. Als ik het een beetje ludiek mag zeggen. Hij is nu in het middelpunt van de belangstelling omdat hij gaat veilen. Ja. Heb jij... Ik zal hem er even bij laten. Heb je gezien wat voor een belangstelling er is? Ongelooflijk. Maar ja, hij heeft ook heel mooi werk gemaakt. Hè? Heb jij zelf ook iets? Ja. Ik heb een aantal Gert van Renens aan de wand. Ja. En daar ben ik heel blij mee. In de periode dat wij samen wat kregen... heb ik een doek bij Gert gekocht. Toen wist hij nog niet dat ik getrouwd was. Dus hij gunde me. En toen ik vertelde, ik moet het even aan mijn man vragen of hij het ook mooi vindt. Ben jij getrouwd dan? Ik zei, ja, ik ben getrouwd. Ja, en toen ben ik gescheiden. En toen ben ik naar Amersfoort gekomen voor Gert. Ben je toen ook in de Amersfoortse horeca gerold? Of had je daarvoor al? Nee. Ik had een eigen winkel. Een babywinkel. Met alle aanverwante artikelen. Alles voor de zwangere vrouw. En dat was echt mijn ding. Maar toen werd ik ziek. En toen moest ik dat opgeven. En toen leerde ik Gert kennen. Ja. Je werd hals over kop. Je werd je verliefd. Verliefd. Maar kende jij zijn reputatie een beetje? Nee, helemaal niet. Ik vond het gewoon een hele gekke, idiote man. Ja. En wij liepen samen arm in arm door de stad. En ik vond hem, ja, super. Ik was helemaal stapelgek op Gert. Nu hou jij hem nog een beetje in de gaten, hè? Ik doe een beetje mantelzorg. Ik ben er om 8 uur, om 12 uur, om 5 uur en om 10 uur. Lief van je. Ik zorg dat zijn huisje schoon blijft, ze was, maar dat deed ik al. En verder doe ik nu zorgen dat hij zijn medicijnen inneemt. En een beetje bij hem zijn. Zorg je goed voor hem? Hier. Ja. Oh, hij zit zorg hier. Heel, ja. Een leuke afsluiting. Altijd. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Hoe ga je de stukken aankondigen? Want er zijn natuurlijk dingen bij die zijn abstract. Dat stelt iets voor wat jij waarschijnlijk niet... Maar hoe ga je dat aankondigen op een leuke manier? Nou, dat is heel goed dat je dat vraagt, want dat weet ik zelf ook nog niet. En de veiling begint over 6 minuten, dus ik ga me voorbereiden op de bijzondere uitspraken. We gaan je volgen. Ja, nou, heel leuk. Ik hoop dat ik jullie straks ook nog een keer zie om te vertellen hoe leuk het is geweest. Tot zo. Dankjewel. Okay. Dag Joop. Herman Beens, notaris bij dit schitterende evenement, want het is een gekkenhuis. Het is een gekkenhuis. Heel erg leuk, ja. Ze zijn hem nog lang niet vergeten. Jij gaat Jan-Willem in de gaten houden? Jan-Willem hoef ik nooit in de gaten houden, maar de mensen wel. Of het allemaal eerlijk gaat. Ja. Is dit een dingetje wat op je lijf geschreven is, dit soort kleine evenementen? Ik vind het niet klein, ik vind het groots dat we dat voor Gert kunnen doen. Juist. Dus ik vind het een mooi evenement. En dat doe ik erg graag. Je corrigeert me, vind ik terecht, want het is een groot evenement. Voor Gert wel, en dat doen we graag. Ja. Kun je heel kort voor de kijker beschrijven wat jouw taak dan is? Bijna alleen maar als er een conflict ontstaat, dan ingrijpen. En dan beslissen wie gelijk heeft. En het tweede, de volledigheid van de opbrengst controleer ik achteraf. Gebeurt dat op het eind van de veiling of kan er nog na de veiling nog dingen gebeuren? Nee, bij de veiling, we beslissen meteen, we tellen meteen. Ja. Maar als iemand later nog wil kopen, dan kan vast nog wel gekocht worden. Maar dat wordt dan naderhand bekendgemaakt? Wordt naderhand bekendgemaakt. De niet verkochte objecten. Er is een minimumprijs, dat zal Jan-Willem bekendmaken. Maar als iemand later zegt, nou, ik wil het toch hebben, dan kan die dat natuurlijk nog doen. Maar dat kan later. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, super.
Fijn dat jullie in zo grote getale zijn opgekomen. U komt hier allemaal voor een, wat zou moeten zijn, een gezellige bijeenkomst. En ik weet ook zeker dat het een gezellige bijeenkomst zal worden. En dat doen we natuurlijk omdat we hier onder leiding van de pater familias zitten, Gert van Reenen zelf. En het is buitengewoon verheugend, Gert, dat jij toezicht houdt op deze veiling. En dat doet vanuit deze prachtige Sinterklaastol. Applaus voor Gert dat hij bij is. En Gert heeft gezegd, ik wil gewoon al mijn werk, wat ik uit eigen werk en uit de collectie heb, wil ik verkopen. En daarmee wil ik straks wat goed doen voor mijn kleinkinderen. Nou, dat is een heel nobel streven, heel goed doel. En ik hoop ook dat u dat beantwoordt door actief mee te bieden. Ik ga u voorstellen aan Herman Beens, notaris hier in Amersfoort. Die is toezichthouder, de echte toezichthouder hier op de veiling. En mijn naam is Jan-Willem van Lieshout en ik ben uw veilingmeester vanmiddag. Kijk. Ik kan u verzekeren, we hebben hele bijzondere werken vanmiddag om te veilen. En ik wil eigenlijk beginnen met het meest recente werk van Gert. Dat is namelijk mijn pantalon. Want ik kan u verzekeren, wie deze broek heeft, daar kan straks op geboden worden. Het is heel spontaan ontstaan, ik weet niet wanneer. Maar ik kan u verzekeren, als u vandaag een werk koopt, dan is de kans groot dat u ruim onder de galeriewaarde zit. En dat is al een keer bewezen met werk wat we gisteren hebben kunnen verkopen. Er was iemand die zei, ik heb het in de galerie zien hangen voor 2000 euro en nu mocht ik voor 1800 euro weg. Nou, daar zit u er echt lekker onder. Zoals bij alle veilingen wordt de prijs niet door de notaris of door mij bepaald, maar dat wordt door u bepaald. U laat zien of u wilt bieden en als u mee wilt doen, dan zullen we dat heel goed in de gaten houden. En dat doet u door straks eenvoudige wijze uw hand op te steken, of aan uw oor te zitten, of uw haren recht te strijken. Maakt me niet uit wat u doet, maar alles wordt door de notaris erbij opgepakt. En dan nog één hele praktische vraag. Hier in deze ruimte mag niet worden gerookt, behalve natuurlijk door Gert. Dames en heren, we gaan beginnen met kavel 1. Dit is een van de... Mag ik even kijken welke het is? Oh ja, een van de eerste werken die Gert gemaakt heeft. En daarom alleen al heel bijzonder. We zetten in op een hele schappelijke prijs. Wij gaan nu aan het werk om te kijken wie gaat bieden vanaf... Mijn allereerste. Het is je allereerste. Dan gaat de prijs al omhoog. We gaan nu bieden vanaf 150 euro. En u mag heel bescheiden met 25 euro omhoog. En gaat het heel goed, dan gaan we met 50 omhoog. Nou, Bertus, 175 euro. Ja? Oké, wie mag... Ik vraag om over 175 euro heen te gaan met slechts 25 euro om even op gang te komen. 200 euro. Heel hartelijk dank. 225 euro. 225 euro voor nodig. Dus we gaan even een kleine enkel wedstrijd tussen mannen maken. En kavel nummer 39 is een originele van Rena die we inzetten voor 250 euro. Hou hem nog maar even omhoog. 250 euro gaan we inzetten. 25 euro gaan we omhoog. Wie gaat voor 250 euro er 25 euro bij doen? 275 euro. 250 euro. Ja, dat betekent hè. 250 euro. Is 275 euro daar achterin. 275 euro is nu geboden. Achterin. 275, dat is 300 euro. 300 euro hier vooraan. 300 euro, ik kan niet zien wie achterin ligt. Ja, 325 euro. Hartelijk dank voor uw bidding. 325 euro voor de eerste keer. 325 euro misschien voor de tweede keer. En als dat niet verder geboden wordt voor deze, dan heeft u alle kansen nog voor de volgende werk. En is nu verkocht voor 325. Viola, hoe ga je deze meenemen? Hij wordt opgehaald, laat ik het zo zeggen. Maar dit is typisch Gert. Hè? Ik maak ook hele grote schilderijen. Want ik heb net 12 doeken van 2 bij 2 meter gemaakt. Dus het grote van Gert spreekt mij aan. En deze kleuren, ja, dat is, als je hier een lampje op zet, is fantastisch. Dit is echt een goeie van Renen. Die komt waar? Daar heb ik nog geen idee van. Ergens in de huiskamer. Dan moet ik waarschijnlijk de heiboer weghalen even. Ja, die heb ik ook. Of mijn eigen werk, of andere schilderijen. Maar dit vind ik een hele mooie herinnering aan Gert. Dankjewel. Dag Joop. Jij bent zelf ook artiest en kunstenaar. Want we zien je regelmatig op partijen en evenementen. Ja, met een beetje eten. Ja. Met eten. Ja. Nu ben je even bij Gert, want je hebt wat dingetjes aangeschaft, hè? Ik heb wat dingen aangeschaft. Een mooie zeil. Ja. Met allerlei druipverfsoorten. Ja. Ik heb die mooie gele stoel heb ik kunnen traceren. Ja. En wat kleine
printjes, schilderijen, zonder lijst, maar met het druipgebeuren van Gert. Ja. Helemaal in de epoxy gegoten. Dus alles wat in de epoxy zit, wordt gehighlight. Ziet er fantastisch uit. En die grote ronde tafel die daar binnen staat, ja, die laat ik ook in epoxy gieten. En dat is een tafelblad voor, voor 8 gasten, waar 8 stoelen aan kunnen. Dus dat zijn weergeloos. Ga je die gebruiken? Die ga ik echt gebruiken. Ja? Ja? En daar gaat het nodig Gert nog aan uit. Ja. Als de tijd gegeven is, ja, het zou prachtig zijn. Ja. Ja. Het is een bijzondere vriend van mij. En ja, wat heb ik nog meer? Ja. Heel veel leuke gesprekken gehad met Gert gisteren. Ja, ja. En het stukje verleden ken ik ook. Ik ben een horecaman. Ik ben 14 jaar ben ik chef-kok geweest van de Flint. Ja. Net nadat Gert er was als ondernemer. Juist niet. Robert Pols. Juist, heel goed. Ja, Robert. Ja. Ja, de beste ondernemer van heel Nederland, Robert Pols. Wilde ik even nog gezegd worden. Beste horecaman. Dankjewel, Piet Kallekman. Veel plezier, Joop. Oké, hoi. Ben je nu een klein beetje gerustgesteld? Nou ja, kijk, ik vind het knap dat hij hier zo ontspannen zit. Ja, want het is toch zijn leven wat hier even voorbij gaat. Ja. Maar hij zegt van, weet je, het is een heel goed doel. Ik geef het aan mijn kleinkinderen mee. En dat als die ooit 18 worden, kunnen ze daarvan studeren of andere dingen doen. Aankopen in een huis, et cetera. Of van trouwen, of weet ik veel. En dat maakt hem heel blij. En hij weet dat hij heeft een schitterend leven gehad. En hij is nog niet dood overigens, hoor. Maar, maar hij heeft wel zoveel mooie dingen meegemaakt. Dat heeft er toch wel vrede mee. Voel ik in ieder geval. Jullie ook waarschijnlijk. Ja, uiteindelijk niet. Want je gaat in ieder geval iemand missen. Waar is voor ons gewoon familie. Die zoveel humor in de familie bracht. We hebben zelf al veel humor en lawaai. Maar hij bracht het maal 2. En dat ga ik ook nooit meer vergeten. Ik hoorde het ook van al die meiden en om hem heen. Het was een grandioos humorist. Maar hij houdt niet van vrouwen, hoor. Dat vindt hij heel moeilijk. Nou, zo eindigen we even. Dankjewel. Graag gedaan. Hij niet van. Nee, dat vindt hij heel moeilijk.